college heeft uitvoering te geven aan de wet. Dank u wel. Het aannemen van een plan van scholen door een gemeenteraad is verplicht. Het uitsluiten van een islamschool druist volgens de Raad van State in tegen de grondwet, tegen de vrijheid van onderwijs. Eerder noemen de tegenstanders de komst van een islamitische school niet bevorderlijk voor de integratie. GBW-raadslid Mireille van der Stelt vraagt om aandacht van de minister voor een hiaat in wet en regelgeving. Je kunt een raadslid niet een keuze geven terwijl hij of zij deze wederom niet blijkt te hebben. Want volgens die minister hebben wij namelijk geen keuze. En heeft er zelf al net de kanttekeningen over aangegeven. Dat de wet af en toe raar in elkaar zit. In zaken deze wil ik graag wijzen op artikel 27 van de gemeentewet, waar staat dat leden van de gemeenteraad stemmen zonder last. En dat betekent dat de volksvertegenwoordiger zich niet mag laten opdragen in de stemming een bepaald standpunt in te nemen. Rond middernacht is de stemming over het gewijzigde plan van scholen waarin de islamitische basisschool is weggelaten. Wie is voor het amendement? Het amendement is aangenomen. Al dus besloten. De uitslag betekent dat onderwijsminister Arie Slob, zoals die eerder heeft aangekondigd, de knoop zal doorhakken. De drie tegenstanders laten daarom weten om al op voorhand in beroep te gaan tegen die zogeheten in de plaatsstelling door de minister. Feitelijk een herhaling van zetten, omdat een dergelijke gang van zaken zich vorig jaar ook afspeelt. De Raad van State stelde de minister toen in het gelijk.